Woningcorporatie Nijenstee voert preventief legionella-onderzoek uit in een aantal van haar panden. De corporatie doet dit in verband met legionella-incidenten in Amsterdam en Almelo en vanwege het warme weer. De legionella is een bacterie die kan ontstaan in leidingwater. En dat gebeurt als het leidingwater warmer is dan 25 graden of kouder dan 55 graden. Daartussenin als het ware. En door het warme weer is die kans nu groter. Vooral kleine kinderen en oude mensen zijn vatbaar voor legionella-besmetting. De onderzoeken van Nijenstee worden uitgevoerd in risicopanden, zoals oude huizen of woningen waar veel ouderen bij elkaar wonen. Dat zijn panden die oud zijn, zoals bijvoorbeeld hier. We zijn in het middengasthuis, waar de waterleidingen heel lang geleden aangelegd zijn. Dan weten we gewoon niet precies hoe het zit, dus dan gaan we meten. Het kan ook zijn panden die nieuwer zijn, waarbij heel veel mensen op één warmwatervoorziening zitten. Zodat er gewoon hele lange warmwaterleidingen door een pand lopen. En wat ook een risico kan geven is als er veel echt ouderen in een pand wonen, omdat die gewoon kwetsbaarder zijn. De bewoners van de risicopanden zijn door middel van een brief op de hoogte gesteld van het legionella onderzoek. Er wordt in eerste instantie op tapwaterpunten wordt de temperatuur van het water gemeten. En als dat koud genoeg is, CQ heet genoeg, dan is het in principe goed. Eind deze week worden de resultaten van het onderzoek verwacht.